Dag Leo. Hi. Hi. Welke school zijn we? Nut school. Langvorst. Nut school Langvorst. Maar weet je wat ik gek vind? Hoe laat is jullie school uit? 3 uur. Het is 3:30. Nou, we hebben hier een schakelklas voor een paar kinderen uit groep 6. En ook uit groep 7, maar die zijn er. En wat doen jullie in die schakelklas vandaag? We hebben een kinderpersbureau. Een kinderpersbureau. En daar zit jij in? Ja, en nog wat een paar andere kinderen. En nog een paar andere, ja, natuurlijk. En wat gaan jullie doen? Nou, wij gaan beginnen ook met een mindmap maken. Ja. Eigenlijk staat het kinderpersbureau voor kranten. We gaan een eigen krant maken met allemaal sportnieuws, schoolnieuws, allemaal nieuws. En dan gaan we nu een mindmap maken over jezelf. Ja. En hoe kom je aan al dat nieuws? Sportnieuws en zo. Ga je ook mensen interviewen? In kranten kijken en interviewen en buitenlopen vragen of ze nog iets weten. Daarom hebben we een perskaart gekregen waar onze naam op staat en een foto. Dan weten de mensen precies wie jij bent. Ja. En dan doe ik op. Succes, hè? Ja, dank je. Ga maar gauw aan het werk. Ja. Even kijken. Ja. Wie ben jij? Ik ben Chloe. En zit je ook in de persgroep? Ja. Al deze kinderen zitten in de persgroep? Ja. Hey, en wat ga jij doen? Ik ga ook mijn mindmap afmaken. Weet je wat het is eigenlijk, een mindmap? Ja, daar ga je onderwerpen en dan ga je dingen bij verzinnen. Oké. Nou, gaan we gauw lekker verzinnen. Weet je al wat je gaat verzinnen? Ja. Ik heb over sport en over mijn school en over mijn huis. Oh, succes. Hoi Malou. Ja. Kun jij het kort vertellen wat jullie aan het doen zijn? Want jij bent geen leerkracht hier op school. Nee, klopt. Ik werk op de Lindenberg. Vanuit de Lindenberg wordt op de Nutschool Langvoort aangeboden kinderpersbureau. Ja. En met de schakelklas werken we in dit geval 12 keer op donderdag 1,5 uur aan een krant. En uiteindelijk na die 12 lessen is er een krant die wordt gedrukt en die wordt uitgedeeld binnen de school. Dus ik begeleid hun met het creatief schrijven van artikelen en op interview gaan en alles wat erbij komt kijken. Na school? Na schools, ja. Dus er zijn kinderen die het leuk vinden of die het nodig hebben? Beide, ja. Beide. Ja. Nou, ze zijn druk bezig. Ja, het gaat heel goed. Dit is les 3 vandaag, maar het gaat hartstikke goed. Ze zijn vol met ideeën om artikelen te schrijven. En ze mogen ook echt gaan interviewen straks? Absoluut. Als zij met een goed plan komen, dan gaan we samen op interview. Nou, veel plezier. Dank je wel. Weet je al waarover je wil schrijven? Ja, over bakken. Over bakken. En wat wil je over bakken? Wat weet je al over bakken? Dat je hele lekkere dingen mee kunt maken. Oké, en wat voor soort bakken bedoel je dan? Ja, taarten bakken, cupcakes bakken, dat soort bakken. En wat zou je willen schrijven dan over bakken? Wat vinden mensen leuk om te lezen? Over een hele grote reustaart is gemaakt of die heel bijzonder is of zo. Is die weer gebroken? Maar is dat zo? Weet je dat? Nee, dat wil ik dus juist op internet gaan opzoeken. Dus dan heb je nodig internet, dan ga je op zoek naar de grootste taart die misschien ooit wel gebakken is. Dat zou kunnen, bijvoorbeeld. En dat plaatje ga ik dan op dat ene blaadje dan op de computer. En dan ga ik ook mijn nieuws over opschrijven. Precies. Dus dan krijg je dus over mijn iPad en dan kunnen we aan de slag. Ja. Goed idee. Wat zou je willen weten van schilderen? Dat er een nieuwe schilderij is gemaakt of zo. Oké, dus dan moeten we op zoek waar hangen schilderijen. Nee. Weet je dat? Nee. Nee, dus dan moeten we op zoek waar je naar schilderijen kan kijken. Ik weet het. Dan gaan we op zoek naar dat jij een artikel schrijft over waar we naar schilderijen kunnen kijken. Dat is een leuke al, hè? Nou, dan gaan we lekker aan de slag, dames. We hebben een iPad nodig. Ik ben klaar. Lukt het? Ja. Fijn. Wat ga jij doen? Ik ga op... Op de iPad ga ik kijken dat er nieuwe schilderijen zijn gemaakt. En jij zit ook in de redactie? Ja. Leuk, hé? Dus je moet een heel artikel schrijven? Ja. Nou, ik wens jou veel succes. Bedankt. Wat je mag weer aan.
Heb jij een goed plan? Nog niet. Wat ga je maken? Wat ga je schrijven? Dat weet ik nog. Wat ga je nou bedenken? Ja. En weet je al waar je over gaat schrijven? Nee. Je zit ook nog te denken. Zit jullie krant zo in elkaar? Ja, maar deze hoort er niet bij. Oh, die hoort er niet bij. Dit is een advertentie, dit is een kort bericht, nieuwsbericht. Ja. Dit is een foto, dit is de datum, hier is de titel van de krant. En weet je al welke advertentie het wordt? Of ga je nog iemand zoeken die reclame wil maken? Ik denk dat ik iemand ga zoeken. Een bakker bijvoorbeeld? Ja, een bakker. Die zegt dat hij de lekkerste taarten heeft. Ja. Ik ga jij een artikel schrijven over een schreeuwende vogel? Nee, maar dit is een opdracht en dan is het over een vogel, maar er staat geen titel bij. En dan moet je zelf 3 titels bedenken over een vogel. Oh ja, en had jij bedacht ook een schreeuwende vogel? Ja. En jij zit ook in de redactie van de krant die jullie gaan maken. En weet je al waar jij een artikel over gaat schrijven? Nog niet. Maar waar ben je nu al mee bezig? Een titel aan het maken. Ja. En die gaat natuurlijk over geld, toch niet? Ja. Heb je al een titel bedacht? Nee, nog niet. Ik zie je nadenken. Vind je geld leuk? Wil je later rijk worden? Niet zo rijk. Niet zo rijk. Nee. En ik heb al iets bedacht als ik professor ben. Ja. Dat de vliegtuigen, als ze naar beneden gaan, dat die en de mensen, dat de mensen erin zijn, dat die raketten zo naar beneden, dat ze met de raketten ding waar de mensen in zetten, dat ze zo eruit kunnen en met de raketten zo naar beneden kunnen landen. Of met een parachute. Oh, dat zou, dan is het een stuk veiliger. Ja. Ja. Nou, dan hoop ik dat jij dat gauw uitvindt. Dat is wel goed. Beter. Ja. En wat wil je nog meer uitvinden? Een soort van. Zo'n robot. Ja. Die alles voor je doet. Ook. Echt zo'n robot. Dat zo'n robot zo buiten loopt en dat hij vuilniszakken pakt en zo. Oh, zo in de vuilnisauto gooit. Ja. Dan hoeven de mensen niet te werken of zo. Oh, leuk, hè? Nou, succes. Dankjewel. Nou, als ik jou was, zou ik gewoon lekker lezen. En wat jij nou belangrijk vindt, dat ga jij in jouw eigen artikel opschrijven. Zo mag je hier al wat dingetjes kan je opschrijven. Je hoeft het niet over te schrijven, je moet je eigen artikel opschrijven. Bij het kinderpersbureau is een tv-journalist gekomen. Hij filmt ons. Oh, dat ben ik. Ja. Dan gaan jullie het daarover hebben. Ja. Ga je daar artikel over schrijven? Ja, dat is goed. Ja. Dan kun je meteen iemand interviewen. Ja. Ja, goed idee. Hoe ben je op tv gekomen, journalist? Hoi, Angelique. Ja? Jij bent de juffrouw van deze klas, hoor ik. Ja. En jullie zitten na school nog leuke dingen te doen. Ja. En jullie gaan een interview voorbereiden. We gaan de journalist interviewen. Een journalist interviewen. Ja. Dat is leuk, want dat doet hij altijd zelf, ja. Dat is leuk, hè? Ja. En hebben jullie vragen bedacht? Ja. Wat hebben jullie voor vragen bedacht? Welke vraag moet ik doen? Ja, doe maar iets. Wat vind jij een hele goede vraag? Hoe ben je op het idee gekomen om... journalist te worden. Ja, en wat had jij voor vraag bedacht? Je had nog niks bedacht. Vind je je beroep leuk? Oh, dat is een goede vraag. En had jij ook een vraag bedacht? Dat was eigenlijk mijn vraag. Wat was jouw vraag? Je had meer vragen. Jesse. Wat voor mensen interview je? Ja. En die was ook leuk, hè? Of die een echte beroemdheid geïnterviewd heeft. Ja. Ja, en wanneer gaan jullie interviewen? Binnenkort. Bijna. En het komt allemaal in jullie krant. Oh, volgende week misschien. In deze. Mag ik dan ook komen? Ja. Ja, leuk. Van jou ook? Dus dat gastvrij. Komt de tv-journalist? We hebben koekjes zat.
de tv-journalist. Die komt filmen wat een gewone, een schrijfjournalist doet en hoe wij hem gaan interviewen. Nou, dit is top leuk, toch?